Welkom bij een nieuwe video van de bouw van de RMS Titanic van Anjette. Deel 3. Even kijken wat in het blaadje staat voor mooie foto's. Lezen kunnen we toch niet, direct. De radiohut volgens mij. Dek. Even, dit zijn de onderdelen. Dat even zo. Dit zijn de onderdelen. Dan hebben we, valt direct op. Het lijken net drie poppetjes die de handen op de schouders liggen. Dit is de linkse kant. Dit de rechtse kant. Dat hebben we hier. Hoe noemen ze die dingen? Even kijken. 3A. Dat zijn cilinders. Hier staat ook in het klein. Wat is dit? Dit is R1. Dan is dat dit. R2. Is moeilijk te zien. R3. Ik zal het een beetje bij elkaar leggen. Els. Dan hebben we een krukas. Deze is van metaal. Trouwens, deze dingen zijn ook van metaal. Dan hebben we volgens mij zijn zuigerstangen. Hier aangezet worden. Dan hebben we een beugel. Nog een beugel. De onderkant van de beugel. Een tandrad. Tandwiel. Dan hebben we BM en CM schroefjes. Dan hebben we hier een rookgenerator. Plus een testen voor de rookgenerator. Twee batterijen in. Dan gaan we beginnen met even kijken. Dan ga ik het zo doen. Hè. Even kijken, ik heb de bouwbeschrijving op mijn computer, op mijn pc gezet. Ik heb een grote beeld. Cilinder 3. Q. Q is rechterhelft. Dus de R. Dan moeten we 3, dat is R4. Is L. R1. R2. R3. Dit is R4. En die moeten vastgezet worden met BM. Slecht voorbereid ben ik. Maar goed. En dan gaat die zo op. Dan zit daar een pinnetje. Een beetje inzoomen. En daar komt dan een BM'tje in.
Dat komt. Hier staat ook trouwens, in de kaas niet zien. Hier staat dat R3 hier moet komen. Dus dit is R3. En die komt. Hier. Eén schroef zat. Hetzelfde principe. Kijk of het goed zit. Ja. Hier komt R2. En hier komt R1. Zo. Dat doen we ook gelijk bij deze. Komt L1. Dus deze natuurlijk. L1. Die zit niet zo lekker, vind ik. Een beetje. Zo. Hier komt L2. Dat is deze. L3 komt hier. Zit hier nog een? Nee. Nou, kom op. Even kijken. En de laatste, L4, hoe kan het ook anders? Hier komt, hier. Goed erin drukken. Zo. Die twee gedaan. Naar beneden scrollen. Dan krijgen we deze dingen. En die worden er. Even kijken. Zo. En deze komt eronder. En die wordt gewoon voorzichtig ingedrukt. En die andere ook. Tot die klik zegt. Deze. Ja. Deze. Ja.
weer zuigstangen. Dan komt de krukas. Dus deze. En even kijken. Die wordt zo gehouden. En dan komt er aan de buitenste. Komt er één ding. Voorzichtig drukken. Allemaal plastic, dus je moet een beetje voorzichtig zijn. Eentje overslaan en dan die andere komt hierin. Ja. Dan die twee overslaan. Die komt dan hierin. En die andere komt in de laatste. Ja. Dan hebben we de zuigerstangen met de krukas. Kijk, dan de 3K was de, even kijken, de linker, dat is deze. Er komt, die komen dan, dat wordt even pielen, die komen dan, ik zal hem even erop leggen, ja, die komen dan hierin, hierin, hierin. Dan komt die hierop. Het wordt opgedrukt. Als mij dat lukt. Zo best wel. Deze zit iets. Kijken hoor. Je moet ook niet hierin. Je moet hierin. En deze moet ook hier over. Een beetje pielwerk. Zo moet het goed kunnen. Zit hij zo. Yes. Dat was hem. Misschien nog een beetje. Ja. Dan hebben we het tegen elkaar. Dan hebben we twee beugels die eronder komen. Deze twee. De een is langer dan die andere. En die langere komt hieronder. Hup. Zij die. Moet daar de kortere. Oh nee.
andere komt dan hieronder. Hup. Is dat zo goed? Ja. Die moet er wel in natuurlijk. Nou, eerst deze maar doen. Daar komt die, deze. Komt hier overheen. En daar moet de CM zo heen. Blijf staan. Ja. Tuurlijk. Die kant. Hierin. Hier weer onder. Dat niet meer natuurlijk. Ja, lukt wel. Zo. Die komt hier overheen. Oh, andersom. Zo. CM. Moet er nog een hebben. En hier komt die andere. CM. Dan. Die komt hierop, moet ook vastgelijmd worden, maar dat moet dit doen. En dan hebben we een draaiende motor. Nou, dat was het eerste gedeelte van een motor. Er worden nog veel meer onderdelen aan vastgezet, kan ik je vertellen. Dan gaan we met de rookgenerator, die gaan we testen. Daar moeten twee batterijen in. Twee AAA batterijen. Deze moet hier ingestoken worden. Ja. Nou, we hebben een nat doekje hebben. Hup. Zo. Nou, even kijken wat hij doet. Maak er een bultje van. Leg dit erop. En dan op het knopje drukken. Oh. Zie je de rook of niet? Dus ik ga even kijken of ik wat iets donkers heb of zo. Misschien dit. Ziet niet erg goed, hè? Nou, ik heb even niks anders. Maar neem van mij aan. Dat komt.
er ook uit. Of stoom. Misschien een beetje inzoomen. Nou, dit was het voor deze video. Je kan hem, als je het een leuk model vindt, kun je bestellen op via www.titanic-bouwen.nl. Dan kom je op de website en dan kun je vanaf deel 1 hem gewoon bestellen. We zeggen bedankt voor het kijken en tot de volgende.